Vooral toppers Likos Marit Bouwmeester had zielen in deze Friese zielboot leerd. Het idee om de zielboot te maken ontstond in de jaren 80. Roel Wester zegt dat het voor jonge zielers dreig wie om de oerstap te maken van het beginnersbootje De Optimist naar een grotere zielboot. Hij kan maar in zijn eigen een geschikte tussenoplossing, de Splash. Net die een hier de vertrouwen in, maar Wester zet het terug. In het begin werd het heel moeilijk. Ik heb dus een enquête gehouden om de clubs en die wie in de algemene die het Wetterspotverbond heel 9 jaar lang een aanname stop in klasses. Ik heb altijd iemand boord shield en ik heb altijd graag zelf een boord op een merk brengen wonen. Nou, ik wedstrijdshielen, dan was de wedstrijd boord brengen. En toen dacht ik van, nou, waar zit een god in de merk? En dat wie alleen nog maar in een iemands boord tussen de optimist en de lezer. Voor die ben gewoon een boordmaatje die bij hem paste tussen 15 en 19 jaar. Jotendaar bent door de hele verhaal goed 2600 splash zielboten dat in zield wordt. Een dikke 100 ervan binnen dit weekend te vinden op een Pikmaar bij Grauw. We willen het zielevenement vaar welkom houden. Het is een succes omdat het een uitstekende boot is voor jeugd. Maar het is ook een succes omdat het een Friese klasse is. Althans in Friesland gebouwd, in Friesland ontworpen. En ja, zeg maar gerust dat de eerste boten ook in Friesland zijn gaan zeilen. En daarna is het uitgebreid naar andere delen van het land en naar andere delen van Europa en de wereld. De komst van de Splash had belangrijk geweest voor de ontwikkeling van jonge zielers. De boot is bedoeld voor zielers, maar hij leeft iets van 12 en 19 jaar. Knauwster Jelmer Sittema had al succes gehad met de Iermans boot. Deze zimmer was er vooral het kampioen. Is dit de tussenstap om echt grut te worden? Nou, voor mij wel, ja. Ja. En dan via deze boot weer verder door te stromen, zeg maar. Ja. Dus dan, ik ga nu hier naar de lezer toe. En dan zien we daarna wel weer verder wat er dan gaat gebeuren. Maar het is wel een mooie tussenstap. Je leert er gewoon heel veel in. Wil je de Splash zelfs in actie zien? Morgen wordt er ook nog wedstrijd zield op Pikmaar.